Als het goed is, zien jullie hem nu in beeld. Vanochtend staat het monitoren en evalueren van de samenwerking centraal. We staan hierbij uitgebreid stil aan de hand van twee praktijkvoorbeelden vanuit Eindhoven en Utrecht. Maar ik wil ook even kort stilstaan bij monitoring en evaluatie in het algemeen. De samenwerking in coalities Kansrijke Start. En de monitoring en evaluatie van de samenwerking. En daarna zoomen we dus in op de twee praktijkvoorbeelden. Als je vragen hebt, steek je handje op of zet het in de chat. Daar hebben we voldoende ruimte voor vandaag. Even terug, monitoren en evalueren. Het monitoren en evalueren van de samenwerking valt eigenlijk onder de grote paraplu van monitoren en evalueren. En dit doe je om verschillende redenen en voor verschillende gebruikers. En in dit plaatje zie je verschillende stappen die helpen om de focus van je monitoring en evaluatie te bepalen. En de vraag voor het begin is eigenlijk altijd, zoals je ook ziet, voor wie en waartoe? Dus waarom en voor wie volg je je aanpak? Want dit maakt uit voor hoe je dit gaat doen, hoe je gaat monitoren en evalueren. Dus hiervoor kun je in gesprek gaan met je bestuurders, de opdrachtgever, de partners in je coalitie. Hoe past de monitoring en evaluatie in je programma of je aanpak? En er zijn ook verschillende doelen van monitoring en evaluatie. En daar komen we ook straks bij de voorbeelden op terug. Een van de doelen is verantwoorden van je aanpak, laten zien wat je hebt bereikt. Maar ook samen leren. Leren van wat wel en niet werkt. En enthousiasmeren en inspireren kunnen doelen zijn van monitoring en evaluatie. En vervolgens, als je hebt bepaald voor wie en waartoe je het dus doet, kun je met die stappen die hierin ook staan, je doel van monitoring en evaluatie preciezer formuleren. En dan kun je ook kijken, goh, welke data hebben we daarvoor nodig? Welke instrumenten kunnen we dan inzetten? De randvoorwaarden zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Hoeveel tijd heb je hiervoor? Heb je hier budget voor? En zo kun je toewerken naar een aanpak voor je monitoring en evaluatie. Dit plaatje komt uit de handreiking, het vizier. En hierin staan die verschillende stappen die ook in dit plaatje staan verder beschreven. Dus sta je nu nog aan het begin van het monitoren en evaluatie van je aanpak Kansrijke Start, dan zou het vizier een handreiking kunnen zijn om het te gebruiken. En op de laatste sheet staan ook een paar linkjes naar onder andere het vizier. Dus die zullen we ook na het webinar delen. Dan kunnen jullie dat nog eens nalezen. Even terug van waar gaat het ook alweer over? Coalities Kansrijke Start. De coalities Kansrijke Start zijn een hele belangrijke basis of pijler in het actieprogramma, in het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Maar wat is het nu? Want je ziet daarin verschillende vormen en verschillende samenwerkingen. Het gaat vaak om een lokale coalitie, maar er zijn ook steeds vaker regionale coalities die werken aan een kansrijke start. En waarom is dit nu zo'n belangrijk element? Dat is omdat meerdere factoren, die zijn natuurlijk van invloed op een kansrijke start. Hè? Dat is jullie wellicht allemaal bekend. Zowel sociale factoren als medische factoren. Dus er is om een kansrijke start te werken aan een kansrijke start is een brede samenwerking nodig van allerlei partners in het medisch, sociaal, informeel domein en aanstaande ouders. Daarnaast werken partners samen passend bij de opgave en de behoefte die er is lokaal of regionaal.
En de coalitie bestaat dus niet. Hè. Er zijn gemeenten die een nieuwe coalitie zijn gestart, maar er zijn ook gemeenten die een bestaande samenwerking gebruiken of hebben uitgebreid om te werken aan een kansrijke start in hun gemeente. En monitoring en evaluatie van de samenwerking, dat kan ook een belangrijk, dat is, kun je ook gebruiken als een tool in alle fases van het vormen van je coalitie of van je samenwerking. Het kan je helpen bij het bouwen, het onderhouden en verduurzamen en doorontwikkelen van de samenwerking. En met name, zoals ik al eerder noemde, zijn er verschillende doelen van monitoring en evaluatie. Maar één is ook het leren, verbeteren, enthousiasmeren en betrokken houden. En met name voor het samenwerkingsproces zijn dat belangrijke doelen. Als je regelmatig reflecteert op je samenwerking, hè, en hoe de onderlinge interactie verloopt. Lianne vertelde daar net ook al iets over hoe zij dat in Zuid-Holland-Zuid doet. Dat kan ook helpen om de onderlinge relatie te versterken en ook goed met elkaar in beeld te houden van, ja, zijn we nog het goede aan het doen? Is iedereen nog aan boord? En dat kan dus ook voorkomen dat je knelpunten ervaart of dat je toch merkt dat bepaalde partners niet meer aansluiten. En misschien wel omdat juist dat gezamenlijk doel er minder is. En niet alles is vooraf al duidelijk of uitgedacht. Het is ook echt met elkaar leren. Kansrijke start is natuurlijk een complex veld. Er speelt van alles. Dus een wicked problem, zoals we dat noemen. En het is dus ook belangrijk om met elkaar ruimte te houden om dingen uit te proberen en met elkaar te leren. En dan kan het monitoren en evaluatie van die samenwerking kan daarbij een belangrijke instrument zijn. En bovendien gaandeweg, en Lian noemde het ook al, soms dan ontdek je gaandeweg dat je bepaalde partners mist. Of zijn er nieuwe uitdagingen waardoor je andere partners ook moet betrekken. Dus dat je dat met elkaar blijft bespreken, houdt die samenwerking ook levend. En om met elkaar te leren is het dus ook belangrijk om te monitoren. Nou, dit heel kort en dit klinkt natuurlijk, dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want wij zien ook dat het voor coalities best wel zoeken is van, goh, hoe doen we dat nu? Het helpt daarbij dus om goed in beeld te hebben waarom je monitoring en evaluatie uitvoert, voor wie en dan ook te bepalen wat je aanpak is. En ik hoop eigenlijk dat de praktijkvoorbeelden van Eindhoven en Utrecht jullie zo ook wat concrete inspiratie kan bieden over hoe je dat nu in de praktijk kan doen. En nog even, zoals ik net al zei, er zijn verschillende documenten die kunnen helpen bij het opstellen van een monitoring en een evaluatie aanpak. Ik noemde al even kort het vizier, maar hier staan er nog een aantal. En die zullen we na het webinar ook met jullie delen, zodat jullie dit na kunnen lezen. Dan ga ik deze stoppen. Zijn er tot zover vragen? Nee, ik zie geen handjes en volgens mij ook niet. Ook niet in de chat. Nee. In de chat. Helemaal mooi. Nou, dan wil ik eigenlijk een heel hartelijk welkom heten aan Monique Schoenmakers en Lisa van den Brekel. Zijn jullie al aanwezig? Ja, Monique, ja. Daar zie ik. Lisa, wil je ook iets zeggen? Dan kom je bij mij in het scherm. Ja. Nou, hartelijk welkom, Monique. Jij bent de projectleider Kansrijke Start in Eindhoven en Valkenswaard. En Lisa, jij bent onderzoeksmedewerker bij de GGD Brabant Zuidoost. En jullie gaan iets vertellen over hoe jullie in Eindhoven de monitoring en evaluatie van de samenwerking hebben opgepakt.
Monique, jij gaat eerst iets vertellen en daarna gaan we kort met elkaar in gesprek. En is er ook ruimte om jullie vragen te beantwoorden? Inge, zou jij de presentatie willen delen? Monique, dan geef ik jou het woord. Ja, oké. Even kijken. Ja, dat is die. Ik wil jullie eerst even kort meenemen van hoe wij binnen de gemeente Eindhoven met Kansrijke Start aan de slag zijn gegaan. Zou je de volgende sheet willen? Kijken, de volgende. Ja, mijn muis houdt ermee op, dus ik moet even improviseren. Ja. Heel handig. Zo, denk okay. ik. Ja. Nou, we zijn binnen Eindhoven zijn we in november 2020 hebben we de startbijeenkomst, kansrijke start hebben we gehad met de eerste groep van, coalitiepartners. Dat waren eerste lijnsverloskundigen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voorzitter van het verloskundig samenwerkingsverband van het ziekenhuis in Eindhoven is een afvaardiging, de poppoli. En verder, even kijken, voordat ik iemand vergeet, kinder- en jeugdpsychiater van de GGZE was daarbij. Dat was ons eerste groepje. En op een gegeven moment, net zoals ook net in de vorige presentatie was, we hebben gaandeweg zijn er nog een aantal professionals zijn erbij aangesloten. Zoals bijvoorbeeld het zeg maar welzijnswerk. Homestart van Humanitas is erbij aangesloten. Buurtgezinnen. Dus we zijn eigenlijk nog steeds een groeiende coalitie. Kijken. Nou, in februari hebben we samen de drie inhoudelijke speerpunten hebben we vastgesteld. We zijn in het begin echt heel erg op de inhoudelijke speerpunten zijn we gaan zitten. De drie speerpunten, ja, die kunnen jullie hier lezen. Het komen ook best wel wat overeen met wat er in andere gemeenten gebeurt. Maar we hebben wel specifiek gekeken van welke kwetsbaarheden komen er in de gemeente Eindhoven voor. En aan de hand daarvan hebben we samen met de coalitie de speerpunten vastgesteld. En hebben we werkgroepen hebben we geformeerd. En die zijn in maart 2021 aan de slag gegaan. Daarna hebben we na een half jaar. Toen hebben we besloten van nou we willen een landelijk speerpunt. Het verbeteren van de samenwerking. Met name ook tussen sociaal en medisch domein. Zouden we heel graag willen onderzoeken. Nou, we hebben gekeken binnen onze coalitie. We merkten ook dat omdat ze met werkgroepen aan de slag waren gegaan, dat er binnen die werkgroepen al wel heel goed samengewerkt was. En dat ze het ook heel fijn vonden om elkaar en elkaars expertise te leren kennen. Maar wat we belangrijk vonden is dat we ook de achterban van deze professionals in de werkgroepen wilden we ook graag bevragen. Bijvoorbeeld de kraamverzorgende. De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. Dus toen hebben we besloten, even het volgende sheet, van hoe is nu een zeg maar mooie weg om dat te gaan onderzoeken. Nou, ik werk zelf ook als adviseur jeugdgezondheidszorg bij de GGD. Nou, we hebben een afdeling onderzoek bij de GGD. En ik heb dus gevraagd van, goh, zou jullie met mij mee willen denken hoe we dat onderzoek uit kunnen gaan voeren? Nou, toen heb ik samen met Lisa en een andere collega van haar hebben we een vragenlijst hebben we ontwikkeld. En het doel daarvan was het in beeld brengen van hoe door de achterban van de coalitiepartners de samenwerking ervaren wordt. We gaan straks nog wel wat uitgebreider in over wat er toen is gevraagd. En we hadden het idee van nou deze uitkomsten die zien wij als een nulmeting. En in november, december 2021 hebben we die digitale vragenlijst uitgezet. Nou, we hadden een hele mooie respons vonden we. 134 professionals die hadden de vragenlijst ingevuld.
En uiteraard is daar door de afdeling onderzoek is daar een analyse van gemaakt. Zou je de volgende kunnen laten zien? En de highlights die werden verwerkt in een infographic. Die laat Lisa dadelijk nog even zien en zal er dan ook nog wat meer over vertellen. Nou, enkele resultaten. Wat betreft de verbeterpunten in de samenwerking, daar was ook een open vraag. En wat daar echt opviel was de bereikbaarheid laten wensen over van de verschillende organisaties die in de coalitie zitten. Na doorverwijziging volgt er geen terugkoppeling. Ook heel erg herkenbaar. En in grote organisaties ziet men verschil in werkwijze. Daar ben je echt afhankelijk van welke professional het oppakt. Van hoe dat de samenwerking wordt ervaren. En eigenlijk zou dat niet zo mogen zijn. Want je hebt een werkwijze die je samen hebt vastgesteld. Dus eigenlijk zou ook iedereen op dezelfde manier met die werkinstructie moeten werken. Maar dat blijkt in de praktijk inderdaad nog niet wat het zou moeten zijn. Nou, samenwerken wordt te weinig gedaan. Men probeert het vaak op te lossen binnen de eigen organisatie. Terwijl de kracht is van samenwerken dat je gebruik maakt van elkaars expertise. En zo deze ouders en kinderen de optimale zorg te kunnen bieden. Dit vond ik wel een hele eye-opener. Want in alle gemeentes zijn allerlei sociale kaarten. En dus we hadden zoiets van, nou volgens mij zal het best wel zijn van dat professionals toch wel redelijk bekend zijn met het aanbod wat er in die eerste 1000 dagen allemaal is in de gemeente Eindhoven. Nou, 73% die denkt niet te weten welk aanbod er allemaal is in de eerste 1000 dagen. En 97% die zou behoefte hebben aan een overzicht van welk aanbod er allemaal is. We zijn wel nog even aan het stoeien van wat is nu de beste manier om dat aanbod inzichtelijk te krijgen. Want om gewoon een geschreven of sociale kaart. We weten allemaal uit ervaring dat daar weinig mee wordt gedaan. Dat er niemand zich verantwoordelijk voelt voor het up-to-date houden. Dus we zijn nu nog aan het zoeken van op welke manier we dan aan deze vraag op deze vraag antwoord zouden kunnen geven. Dus even kort van hoe de eerste periode is gegaan in Kansrijk Start Eindhoven. En dan ja, wat we hebben gedaan wat betreft het stukje onderzoek. Dankjewel Monique. Zou jij de presentatie willen stoppen, Inge? Nou, je noemde al dat je samenwerking hebt gezocht met Lisa, je collega. En dat de highlights vanuit het onderzoek zijn verwerkt in een infographic. Die kunnen we ook laten zien. En Lisa, zou jij daar dan iets over willen vertellen? Over wat er in die infographic te zien is, hoe die tot stand gekomen is? Jazeker. We hebben dan. Ik kan het niet helemaal laten zien, maar dan moet ik er maar even doorheen scrollen. Moet je maar even ja, zeggen. We kunnen zo wel even doorheen scrollen, inderdaad. Ja, we hebben dus die enquête inderdaad uitgezet met een aantal vragen en ook veel stellingen. Maar ook met open vragen, dus waar respondenten eigenlijk gewoon een stukje tekst konden typen. En daarnaast hebben we aan het einde van de vragenlijst nog een, want het was een anonieme vragenlijst, maar toch nog de vraag toegevoegd van, nou zou je nog verder mee willen denken, dan konden mensen toch nog hun mailadres achterlaten als ze dat wilden. Maar in deze infographic hebben we dan inderdaad de belangrijkste resultaten verwerkt. Je ziet daar aan het begin het aantal respondenten per professie. Dus daar kan je zien wie allemaal de vragenlijst hebben ingevuld eigenlijk. Nou, de meeste respondenten die zijn werkzaam in de periode tijdens de geboorte en de kraamtijd. Dan mag je een stukje naar beneden scrollen alsjeblieft. Zo? Ja, iets verder terug. Terug, zo? Ja. Dan daar de samenwerking. De stelling was hier bijvoorbeeld over het algemeen ben ik tevreden over de mate van samenwerking met de professionals. Nou, dan hadden de respondenten eigenlijk 5 opties in hoeverre ze daar dus wel of niet mee eens waren. Nou, je ziet dat de meerderheid het er helemaal of gewoon mee eens is.
Maar dan zie je ook een paar opmerkingen daar, dat konden respondenten dus achterlaten. Een voorbeeld hiervan is, er is vaak weinig tijd en ruimte voor samenwerking. Een andere opmerking was, ik ben tevreden over de samenwerking wanneer we elkaar eenmaal gevonden hebben. Dus dat zie je ook terug hier. En daarnaast konden professionals nog aangeven met welke andere professionals zij meer wilden samenwerken. En dat zie je daar ook terug. Mag je naar de tweede pagina alsjeblieft? Ja, dan staan hier nog een hoop stellingen. En die gaan eigenlijk over de samenwerkingsafspraken. Nou, konden de respondenten weer aangeven in hoeverre het eens waren met deze stellingen. Een voorbeeld is, daar linksboven zie je de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende professionals zijn mij duidelijk. En dan zie je ook in welke mate de respondenten het daarmee wel of niet eens waren. En dat geldt ook over de andere stellingen die je daar ziet over de samenwerkingsafspraken. En weer konden de respondenten hier ook een opmerking achterlaten. Bijvoorbeeld een reactie was daar rechtsboven, de afspraken zijn wel gemaakt in zijn algemeenheid, maar de praktijk wijst vaak anders uit. Dus dat was ook fijn dat we in beeld hadden van, nou, wil iemand iets kwijt, dan kan dat. En dan mag je nog een stukje naar beneden alsjeblieft. Ja, en dan daar wat Monique net al vertelde, het aanbod de kansrijke start hebben we dus ook uitgevraagd. Ja, en hier zie je dus die percentages die Monique net noemde, dat toch wel een groot deel niet denkt te weten welk aanbod er allemaal is. En dat bijna iedereen behoefte heeft aan een overzicht van welk aanbod er allemaal is. Dus dat is wat in deze infographic terugkomt. Dankjewel, Lisa. En wat hebben jullie, want in deze infographic zie je dus eigenlijk de resultaten van het onderzoek wat jullie hebben uitgevoerd. Wat is er vervolgens met deze resultaten gebeurd? Ja, dat kan Monique jullie vertellen. Ja. Ik heb eind januari 2022 ben ik weer met de coalitie bij elkaar gekomen. En toen heb ik deze resultaten heb ik met hen gedeeld. Toen hebben we samen gekeken van welke, zeg maar, speerpunten zullen we nu op het gebied van samenwerking op gaan pakken. En daar kwamen allerlei ideeën uit die, zeg maar, quick wins. Maar ook wat meer overstijgende ideeën. We hebben daar een paar maanden later, hebben we samen met de managers van de organisaties, hebben we weer een bijeenkomst gehad. En toen zijn er een aantal afspraken gemaakt wat betreft de, zeg maar, quick wins. Dat waren er zeg maar 11. Een van die is bijvoorbeeld de, zeg maar, intakers van de, zeg maar, kraamzorg en de jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg, die hadden aangegeven dat ze vonden dat ze elkaar moeilijk konden bereiken en dat ze de samenwerking niet zo hoog waardeerden. We hebben daar een, zeg maar, werkgroepje hebben we toen geformeerd. En we hebben, toevallig was dat gisterenmiddag, hadden we een bijeenkomst georganiseerd met de intakers uit de gemeente Eindhoven van kraamzorg en een afvaardiging van de jeugdverpleegkundigen. En die hebben een hele leuke sessie samen gehad. En die hebben echt heel uitgebreid hebben ze gepraat van wat zou nou de gewenste situatie zijn? Wat heb je van elkaar nodig? En dat was een eerste, zeg maar, aanzet. Er zijn ook afspraken zijn er gemaakt, bijvoorbeeld met de, zeg maar, poppoli die met de generalisten van Wij Eindhoven, dus is het sociaal wijkteam, afspraken gingen maken om elkaar beter te leren kennen en ook te weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Dus dat waren hele concrete, zeg maar, quick wins die opgepakt zijn. En in november dan wordt er een symposium georganiseerd van Kansrijk Start, ook voor de achterban. En daar is
het zeg maar, tweede deel van die middagsessie, die is ook ingericht als elkaar beter leren kennen. Dus dan worden er werkvormen, hebben we dan waardoor de achterban ook met elkaar in gesprek kan gaan en ook zo samenwerkingsafspraken kan maken. Dus dat zijn een paar voorbeelden hoe we dat hebben aangepakt. En het stukje van de sociale kaart, ja, daar zijn we nog een beetje zoekende naar. Maar dat gaat in samenspraak met de gemeente Eindhoven, want die zijn ook niet tevreden over hun eigen sociale kaart die ze op de website van hun eigen gemeente hebben staan. En daar dat onderzoek en daar de uitvoering van, daar sluit ik dan van als projectleider bij aan. Mooi, dankjewel. Dus eigenlijk heeft, zeg maar, ja, het onderzoek heeft jullie ook heel veel input gegeven, ja, voor de, ja, richting, voor het verbeteren van de samenwerking. Zowel op de lange termijn, maar dus ook al een aantal quick wins. Ja, mooi. En hoe is de terugkoppeling naar de respondenten gegaan? Hè? Jullie gaven aan, er hebben 134 mensen, ja, de vragenlijst ingevuld. Hoe zijn zij geïnformeerd? Ik heb in april van dit jaar heb ik de eerste nieuwsbrief van Kansrijke Start uitgedaan. En die nieuwsbrief die was dus inderdaad bedoeld om te informeren van de achterban. Ten eerste ook om ze wat mee te nemen in de coalitie Kansrijke Start, waar wij mee bezig zijn. Maar daar heeft dus ook de infographic in gestaan en ook een korte toelichting daarop. Dus op die manier is de achterban geïnformeerd. En dan hebben we in de tweede nieuwsbrief heb ik een stukje gezet over wat ik net als voorbeelden noemde. Dat de concrete acties zijn die we binnen Kansrijke Start op gaan pakken op het gebied van samenwerking. Oké, dankjewel. En die vragenlijst, gaan jullie die ook herhalen? Want ergens noemde jij van, ja, dit was een nulmeting. Gaan jullie die vragenlijst, zijn er plannen om die te herhalen? Zou jij die misschien, Lisa? Ja. Jazeker, we willen een jaar na de nulmeting, dus dat is einde van dit jaar, weer opnieuw de vragenlijst uitzetten. Zodat we ook echt in kaart kunnen brengen of er wel verschillen zijn in samenwerking al binnen dit jaar. Dus dat gaan we weer opnieuw onderzoeken. Oké. Ja, mooi. En ik ben ook benieuwd of jullie iets kunnen vertellen over de lessen die jullie geleerd hebben. Of tips voor coalities die hier nu ook bij zijn van, goh, dit heeft voor ons heel goed gewerkt. En of dit heeft niet goed gewerkt. Ik denk dat Monique daar het beste, ja, dat is goed, ja, mee kan beginnen. Wat ik er zeg maar van heb geleerd is ten eerste van dat ik het heel erg fijn vond dat ik met onze afdeling van onderzoek dat die zeg maar meegewerkt heeft aan de vragenlijst. Want ik zou in ieder geval wel willen adviseren van om in ieder geval iemand erbij te vragen die ook meer expertise heeft in de vraagstelling, die ook een stukje techniek erachter, de analyse. Ik denk van als je projectleider bent, dat is in ieder geval niet mijn expertise. Dus in ieder geval vraag er iemand bij die je daarin kan ondersteunen. Dan weet je ook dat je, ja, ook de goede vragen stelt en de goede analyse daar ook uit kan halen. En ik zou het ook aanraden om in ieder geval de achterban ook te bevragen. Ik zeg, want ik merkte gewoon dat de mensen die in de coalitie zitten en in de werkgroepen zitten, ja, dat zijn vaak de enthousiaste mensen, de zeg maar karttrekkers. En ja, die weten het allemaal wel. Maar de achterban, daar is het een beetje ver van mijn bedshow voor. En ik vind het ook mooi om te laten zien dat wij ook de opmerkingen uit de vragenlijst mee hebben genomen in het samenstellen van welke acties we uit gaan zetten. Want net zoals dat voorbeeld wat ik zei van gisteren, de intakers en de jeugdverpleegkundigen, die weten eigenlijk helemaal wel wat van, van Kansrijke Start. Maar omdat zij hadden aangegeven dat zij die samenwerkingen wilden verbeteren, dan is nu dus de achterban die daar dan ook echt iets van gaat merken. En
Dat vind ik ook wel heel. Dat vind ik ook echt iets heel positiefs wat er uitgekomen is. Ja, mooi, dankjewel. Lisa, jij nog een tip, geleerde les? Ja, zeker. Ik was eerder nog niet bekend met kansrijke start, want dat is natuurlijk niet mijn vakgebied per se. Dus als afdeling onderzoek weten we nu ook jeugdgezondheidszorg in dit geval beter te vinden. Dus het heeft onze samenwerking ook versterkt. Zeker, ja. Ja. Ja, dus ook binnen jullie eigen organisatie. Ja, binnen de GGD inderdaad, ja. Mooi, dankjewel. Ik zie volgens mij geen handjes, misschien wel iets in wel de in chat. Wel in de chat, ja. Suzanne Fischer vraagt, zouden we de vragenlijst als voorbeeld kunnen krijgen? Ik heb... Kan die gedeeld worden? Ik heb voor een andere gemeente heb ik de vragen heb ik ook opgestuurd. Dus daar heb ik al een documentje van gemaakt, dus dat kan. Dat zou heel fijn zijn, denk ik. Die kunnen we dan misschien ook op onze website zetten en bij Faro's ook, dat die ook te vinden is en meesturen straks met de stukken. Ja. Er was al eerder een vraag. Monique, was eigenlijk het eerste stukje denken over wat Danielle vertelde. Benieuwd hoe er nu al overzicht wordt geboden in de vorm van de sociale kaart, noem je. Hoe ziet dat eruit en via welk kanaal kan je dat raadplegen? Dus dat was even rondom de... Nee, het was wel Monique, dus niet Danielle, maar over de sociale kaart, een van de resultaten toen. De sociale kaart, ja, ik zeg al de... De gemeente Eindhoven die werkt met steunwijzer. En ja, ik zeg al, want weet het wat we hebben gedaan is eigenlijk. We hebben eerst één. Dat is alweer een tijdje geleden. Hebben we het aanbod in de eerste 1000 dagen. Hebben we met de coalitie hebben we die samengesteld tijdens een sessie. Daar hebben we ook. Een document van Faros bij gebruikt, waar inderdaad zeg maar basiszorg steuntje in de rug en als er inderdaad meer nodig is. Dus dat hebben we toen zelf met onze eigen coalitie gedaan. Maar dat is wel iets wat nog uitgebreid moet worden. En er zijn natuurlijk al een aantal sociale kaarten, zorgpaden vanuit het consortium van de verloskundige samenwerkingsverbanden. Dus die bestaan allemaal al. Alleen wat wij willen doen is te kijken van wat is er nu specifiek voor die eerste 1000 dagen. En daar gaan we deze zorgpaden en sociale kaarten gaan we daar zeg maar voor gebruiken. Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen. Ja, een andere vraag. In hoeverre is de tweede lijn aangehaakt? Het viel mij ook op dat hij bij de resultaten niet stond, bij de respondenten. De GGZE, dus die is de GGZ-instelling is aangehaakt. Expertisebureau Ouder, Kind en Jeugd. Dat is een organisatie die volgens de Infant Mental Health... methodieke hulpverlening geeft. En verder even kijken. Ja, weet het, er zitten zeg maar verder weinig zeg maar tweede lijnen. Het is echt de preventieve tak, de basiszorg. Was ook een opdracht van de gemeente Eindhoven. Die zeiden ook, zeg maar begin klein. Kijk welke samenwerkingsverbanden er al zijn. Bijvoorbeeld het verloskundig samenwerkingsverband. Er zit natuurlijk... belangrijke partners in die eerste 1000 dagen werkzaam zijn. En ga dan kijken ook vanuit de speerpunten die samengesteld zijn, van welke partners missen we dan nog. Dus het is inderdaad hoofdzakelijk welzijnswerk, humanitas en de andere die ik net ook zeg maar noemde. Omdat we toch een preventieve insteek hebben. Willen we wel dat we de contacten hebben met degene die de tweede lijn zorg bieden. Bijvoorbeeld als je hebt het over de werkgroep het eerder signaleren van
depressieve gevoelens. Dan moet je wel weten waar je in de gemeente Eindhoven naartoe kan verwijzen als er echt wel ernstige zorgen zijn. Je moet daar de contacten mee hebben, maar die zijn geen onderdeel van de coalitie. Oké, er staat nog een vraag. We hebben nog even tijd, hè, Danielle? Ja, hoor, ja. Samenwerken, zeker in aanvang, kost best wat tijd. In hoeverre is het in het onderzoek meegenomen of beschikbare tijd een factor is in samenwerken? Die stond vraag. Wel bij een van de opmerkingen die jij ook in jouw infographic hebt staan. Dat inderdaad zeg maar tijd ook een zeg maar factor is. Het is wel dit heeft hier dan niet zoveel mee te maken, maar wel met zeg maar kansrijke start. Ik heb toen op een gegeven moment, toen de werkgroepen al wat acties aan het uitzetten waren, hebben we ook een aparte sessie met de managers erbij gehad. Want je wil heel graag de managers meenemen in waar we mee bezig zijn. En ik heb toen ook een stukje, zeg maar, medewerking van die managers gevraagd of dat zij tijd vrij konden maken om ook echt dan goed met kansrijke start aan de slag te gaan en het straks ook neer te kunnen zetten. Ja, en in het kader daarvan, in mijn ervaring is het redelijk makkelijk om het sociale domein te betrekken, maar het medisch domein lijkt gewoon minder tijd te hebben. Is het in Eindhoven het medisch domein evenredig betrokken? Vraagt Neil. Nou, hetgene, de zeg maar partner, maar daar hoor je landelijk ook heel erg van, die echt nog mist, is de huisarts. En ja, die heb je echt wel nodig. Dat is vaak de voordeur ook. En we hebben wel in één wijk contacten met de zeg maar POH die daar in een van de praktijken zit. Die wordt ook wel eens ingeschakeld bij de werkgroep van het eerder signaleren van depressieve gevoelens. Die is daar ook wel eens aangesloten. Maar dat is iemand die we echt missen. Ja, vanuit het medisch domein zitten dan kinder- en jeugdpsychiater van de GGZ zit erin. En de zeg maar poppoli is ook aangesloten. En ja, dus. Maar het is inderdaad lastig. En met name de huisarts vinden wij een groot probleem dat die niet aan kan sluiten. Of ja, we gaan. We hopen op een toch op een gegeven moment toch een lijntje te krijgen dat in ieder geval een van de grote zeg maar aanbieders, bijvoorbeeld de zeg maar SGE, dus Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, dat je daar dan iemand hebt die zich daar dan toch verantwoordelijk voor voelt om wel aan te sluiten. Ja, dus dat blijft voor jullie coalitie. Dat blijft ook, ja, helaas. Ik wou dat ik een gouden tip had, maar nee, dat gaat niet. Ja. Nou, heel mooi. Dankjewel. Volgens mij hebben we alle vragen uit de chat. Mag ik er nog één stellen? Want waar ik wel naar benieuwd ben van een vragenlijst. Heel vaak krijg je natuurlijk te horen dan van, nou, dan hebben we weer een vragenlijst. Hoe waren hier de zorgverleners enthousiast over? Omdat ze het doel wel snapten. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ik heb daar toch weinig zeg maar tegenstand gekregen. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal zelf persoonlijk heb ik ze gestuurd. Maar er waren wel, ik heb het idee van, omdat we toch 134 vragenlijsten terug hebben gekregen, dat het toch geen belemmering was. Wat ik wel belangrijk vind, we hebben natuurlijk wel een goede inleiding. Hebben we bij de vragenlijst hebben we geschreven, zodat ze in ieder geval wel wisten van wat dat de reden was waarom we dit wilden doen. En dat er ook het uiteindelijke doel was om de samenwerking te verbeteren. Dus wat dat betreft denk ik dat dat ook wel helpend geweest is. Dat ze in ieder geval goed het doel voor ogen moeten hebben. Wat is nou de reden? En wat gaan ze er dan ook daadwerkelijk mee doen? Want dat is vaak ook, hè? Van, willen mensen ook graag weten. Van ja, en dan? Wat ga je doen met de uitkomsten? Dus dat vind ik wel belangrijk om dat in een inleidend stukje wel helder
te verwoorden. Ja. Ja, die terugkoppeling hebben jullie dan ook gedaan met behulp van die infographic. Ja. Ja, 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 ja. En straks een symposium, ja. Ja. Dat is nog één vraag. Ja, maar dat is niet zozeer echt voor monitoren. Maar goed, we stellen hem wel en dan gaan we daarna verder. Welke rol heeft de GGD en welke de gemeente in het trekken van de coalitie bij jullie? In Eindhoven, daar ben ik degene die de kar trekt. Het is een beetje afhankelijk van de gemeente. Ik zit natuurlijk in nog meer coalities. Maar ik vind zelf de meest ideale situatie. Ik zit ook bijvoorbeeld in het projectteam van gemeente Valkenswaard. En daar is de beleidsmedewerker is de trekker. En daar is iemand van mee. En ik zelf, wij met z'n drieën zijn verantwoordelijk voor kansrijke start in Valkenswaard. Maar zij is de krachttrekker. En dat vind ik de meest ideale situaties. Omdat ik toch elke keer terug moet naar de gemeente. Naar de beleidsmedewerker. Als ik wil sparren hoe nu verder. En die gezamenlijke verantwoordelijkheid vind ik wel een meerwaarde hebben. Ja. Helder. Ja. Nou, dat waren de vragen voor dit. Hartelijk dank Lisa en Monique. Heel fijn dat jullie iets wilden vertellen. Het idee is dat we nu even een hele korte break doen van een paar minuten. Dan kan iedereen misschien nog even iets te drinken pakken. En dan gaan we daarna verder met het voorbeeld van Utrecht. Dus laten we zeggen dat we om 12 uur weer verder gaan. Nou, ik hoop dat iedereen, ik zei al, weer iets lekkers warms te drinken heeft op deze herfstdag. En dan gaan we verder met het praktijkvoorbeeld uit Utrecht. Hartelijk welkom Anna Jansma. Anna is onderzoeker kansrijke start bij het Verwij Jonker Instituut en de gemeente Utrecht. En houdt zich bezig met samenwerking op het thema kansrijke start. En we gaan eigenlijk een beetje in dezelfde opzet als we net met Eindhoven hebben gedaan. Anna, jij gaat eerst iets vertellen over jullie aanpak en daarna hebben we nog een kort gesprek en is er ook weer ruimte voor vragen. Dus Anna, bij deze aan jou het woord. En Inge, deel jij de presentatie van Ben ik hem nu gelijk al klaar, Anna? Ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Anna Jansma. Ik werk als onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut. En ik ben op dit moment gedetacheerd bij de gemeente Utrecht. Voor een deel van mijn uren om kansrijke start kwalitatief te monitoren en evalueren. En daar ga ik jullie vandaag kort wat weer over vertellen. Allereerst even heel in het kort hoe wij in Utrecht werken aan kansrijke start. Misschien kan je naar de volgende dia gaan, Inge. Want dit figuur, en ik weet niet hoe goed jullie dit nu kunnen zien. Ik zie het vrij klein. Maar de kleuren kunnen jullie in ieder geval goed zien. Die zijn belangrijk. Ik zal jullie er een korte toelichting bij geven. Dit figuur vat eigenlijk samen hoe wij in Utrecht werken aan kansrijke start. Centraal staat in het midden, in de blauwe cirkel staat dat we samenwerken om ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven. En om dat te bereiken heeft de gemeente actielijnen geformuleerd. Die staan daar in het rood omheen. En de basis van die actielijnen, van waaruit we daaraan werken, is de samenwerking tussen eigenlijk alle relevante partijen in die eerste 1000 dagen. Waar het vandaag over gaat. Die staat centraal bovenaan dat centrale doel, die samenwerking. Nou, binnen die actielijnen hebben we speerpunten geformuleerd. En onder die samenwerking hangt het speerpunt om die samenwerking zowel op wijk als stedelijk en regionaal niveau te doen. Om uiteindelijk te kunnen doen wat nodig is in complexe situaties en kinderen de best mogelijke start te geven. Ik hoop dat dat op deze manier een beetje duidelijk is. Als de plaats van de samenwerking, zeg maar, in hoe wij werken aan kansrijke start. Nou, waar zit die samenwerking dan precies? Mag de volgende dia, Inge?
Op regionaal en stedelijk niveau zit die bij ons met name in de strategiegroep en de interne werkgroep Kansrijke Start. We hebben niet een lokale coalitie als zogenoemd lokale coalitie, maar we hebben wat op verschillende niveaus verschillende groepen die werken aan Kansrijke Start. Nou, die strategiegroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente en uit het veld, met name uit managers en bestuurders van bijvoorbeeld de JGZ, verloskundige samenwerkingsverbanden, de HUS, dat is het samenwerkingsverband van Utrechtse huisartsen, en Localis, die de ambulante hulp verzorgt in Utrecht, de basishulp vanuit de buurteams. En daarnaast zitten daar ook de opgavemanager en tracker vanuit de gemeente zitten in die groep. Nou, die strategiegroep die geeft inhoudelijk richting aan Kansrijke Start. Dus die houdt ook zicht op de voortgang. Dus wat gebeurt er allemaal in de stad? En zien we daar ook ontwikkelingen? Ook als het gaat om samenwerking. En die groep die signaleert ook waar nadere samenwerking of inzet op zijn plek lijkt. Of nodig is. En die probeert het ook te stimuleren. Ook over domeinen heen. Nou, de interne werkgroep die werkt meer op uitvoerend niveau aan Kansrijke Start. En in die groep zitten onder andere een JGZ-verpleegkundige, een stafverpleegkundige, een adviseur gezondheid, die zich bezighoudt met het opbouwen en ondersteunen van samenwerkingen in de wijk. Dus echt dat op wijkniveau, het linkje naar de wijk. De opgavetrekker van Kansrijke Start zit ook in die interne werkgroep. Die zit ook in de strategiegroep, dus dat is gelijk het linkje daar naartoe. Dus echt de link van de praktijk naar meer het beleids- en managementniveau. En bijvoorbeeld een communicatieadviseur die zich bezighoudt met Kansrijke Start. Nou, en die werkgroep, die werkt dagelijks aan die actielijnen en speerpunten die jullie net in dat figuur zagen. Nou, dan op wijkniveau hebben we in Utrecht geboortezorgnetwerken. Inmiddels in 7 wijken. Die zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. We zijn gestart met 2 netwerken in Overvecht en Lombok en in Kanaleneiland Noordwest, Leidse Rijn, Oost en Vleuten zijn er de afgelopen jaren geboortezorgnetwerken bijgekomen. En die bestaan meestal uit in ieder geval een huisarts, een verloskundige, een JGZ-verpleegkundige en een buurteammedewerker. En daaromheen, het verschilt een beetje per netwerk, zitten daar nog andere professionals omheen. Bijvoorbeeld uit de specialistische jeugdhulp. En zij werken samen om gezinnen dus vooral op wijkniveau zo goed mogelijk te ondersteunen. In ieder geval die eerste 1000 dagen. Door met elkaar casuïstiek te bespreken. Dat is vaak een onderdeel van de bijeenkomsten die ze met elkaar hebben. Dat is zo om de 6 weken. En daarbinnen dus een zo goed mogelijke samenwerking op te zetten. En ook daarvan te leren door die casuïstiek ook te bespreken. Want aan de hand van het bespreken van die casuïstiek komen ook punten naar voren die... Nou, die zowel goed gaan als beter kunnen in die samenwerking. Ja, dan waar het vandaag over gaat. Hoe monitoren en evalueren we dan de samenwerking rond Kansrijke Start? We doen dat eigenlijk aan de hand, op 3 niveaus. En aan de hand van verschillende... Ik hoorde iemand iets... Of hoorde ik iemand... Wilde iemand iets vragen? Of niet? Ik hoorde iets. Oh, nee, dan ga ik verder. Ik hoorde ook iets, maar ik zie verder niks. Dus, nee, ja. Ik dacht een mannenstem te horen. Dus ik was wel benieuwd, is er een man aanwezig? Ik had nog niemand gezien. Maar goed, op 3 niveaus. We doen dat allereerst door middel van cijfers. Eigenlijk was dat wat de gemeente Utrecht al deed. Ze verzamelde cijfers over Kansrijke Start, hè, aan de hand van indicatoren. Die we ook met elkaar samen hebben bepaald, ook in samenwerking met de RIVM, om in beeld te brengen hoe het er globaal voor staat op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld met het aantal vroeggeboorten of met het aantal kinderen met een laag geboortegewicht. Daar verzamelen we in Utrecht cijfers over, net als in eigenlijk alle andere gemeenten, denk ik. En die geven een bepaald beeld. En die gegevens vullen we in Utrecht aan met verhalen die we ophalen in de wijken, in de stad. En dat doen we door bijvoorbeeld in die wijknetwerken waar ik net over had in gesprek te gaan over die cijfers. Over vragen als wat zien jullie als jullie naar de cijfers kijken en wat zegt jullie dit? Herkennen jullie het beeld? En zo ja of nee, hoe komt dat dan? Wat is er nodig om die cijfers te verbeteren en wat zouden jullie daarin kunnen betekenen? En wat is daar dan voor nodig in de samenwerking?
Dus we vullen eigenlijk die cijfers aan met kwalitatieve informatie. Omdat in Utrecht die verhalen eigenlijk bijna steeds nog meer belangrijker worden gevonden, nog belangrijker worden gevonden dan de cijfers. En die cijfers bespreken we in de wijknetwerken, benoemde ik net. Maar ook tijdens stedelijke, we hebben een soort leerplatform ook in Utrecht voor de eerste 1000 dagen. Waar dus professionals breder dan die wijknetwerken, dus ook de achterban van die wijknetwerken ook... aan kunnen sluiten, wordt op aan de hand van thema's worden daar bijeenkomsten georganiseerd. En daar bespreken we ook die cijfers, gaan we daar ook over in gesprek. Nou, die cijfers proberen we jaarlijks, tweejaarlijks te vernieuwen en dat je wordt met elkaar. Daarnaast monitoren we op proces. We evalueren bijvoorbeeld hoe de samenwerking verloopt in die interne werkgroep waar ik het net over had. En dat doen we in de vorm van evaluleersessies, hebben we die genoemd. En dat betekent dat we om de zoveel tijd in gesprek gaan over vragen als wat zien we aan ontwikkeling op kansrijke start in de stad? Zien we een beweging en wat gaat er dan goed? Wat kan er beter? En dan zowel binnen het team waarin we werken aan kansrijke start, als wat we zien in de stad of regio aan samenwerking en wat er goed of beter kan. En waar missen we bijvoorbeeld nog samenwerking? En tot slot monitoren we echt op het niveau van activiteit en interventies. Dus echt alles wat er plaatsvindt in de stad op kansrijke start. Bijvoorbeeld het programma Nu Niet Zwanger wordt hier uitgevoerd. Dus daar zijn we ook bezig met het monitoren en evalueren. Vooral ook van de resultaten daarvan, maar ook van hoe gaat de samenwerking dan binnen dat team. En wat is daar nodig. Maar ik ga even door op het voorbeeld van de monitoren en evalueren binnen die netwerken waar ik net over vertelde. Wat belangrijk is om te benoemen is dat samen leren centraal staat. En dat we in Utrecht ook heel erg proberen om professionals en organisaties zelf die informatie op te laten halen. Ik ben ingevlogen om tijdelijk die monitoring en evaluatie op gang te helpen. Maar het doel is eigenlijk om hem... om op die manier vorm te geven dat hij ook structureel onderdeel kan worden van een werkwijze. Dus bijvoorbeeld dat hij in die wijknetwerk, dat monitoren en evalueren standaard ingebouwd zit in de werkwijze. Dus dat je om het half jaar dat op de agenda staat van, goh, we gaan weer eens monitoren en evalueren met elkaar. En dat hoeft niet groot te zijn, dat kan aan de hand van een paar kleine vragen. Maar dat het als vanzelf er eigenlijk bij hoort. Omdat het toch, dat monitoren en evalueren, toen ik startte met deze opdracht voor in ieder geval die wijknetwerken voelde als iets wat erbij kwam, wat veel tijd zou kosten en wat heb je er dan uiteindelijk aan? Kom ik zo ook nog even op terug bij de werkzame elementen. Maar goed, als het gaat om die manier van monitoren en evalueren, hebben we heel erg gekeken van wat is dan de behoefte van de professionals die werken in een bepaald team of in een netwerk, wat willen ze weten, en waarvan zij ook denken dat het er verder brengt. Want wat we in Utrecht ook heel belangrijk vinden om te benoemen, is dat we het niet doen ter verantwoording. We hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Maar dat we er vooral van leren. En dat het ons samen weer verder brengt. En dat het die samenwerking verbetert. En ik heb hier dus de afgelopen tijd best een relatief grote ondersteunende rol in gehad. En nu zijn we bezig om eigenlijk aan de hand ook van wat we allemaal geleerd hebben de afgelopen tijd om een aantal tools te ontwikkelen voor zelfmonitoring. Die je kunt gebruiken. Kunnen korte vragenlijstjes zijn. Die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om dat monitoren en evalueren om zoveel tijd te doen. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat allemaal mooi op papier te zetten. Aan de hand van onze ervaring van de afgelopen tijd zijn er eigenlijk een aantal elementen. Mag naar de volgende dia. Die bijdragen aan het monitoren en evalueren van samenwerking. Eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je er met elkaar de meerwaarde van ziet. En daar kun je mensen in meenemen. Dat hebben we ook moeten doen. En helemaal als mensen het zelf moeten gaan doen. Het voorbeeld van Eindhoven hoor ik net. Dat wordt weer van buitenaf, zeg maar, tussen aanhalingstekens gedaan. En hier is dus de bedoeling dat ze het ook zelf gaan blijven doen. Maar eigenlijk zijn er altijd wel punten waar mensen benieuwd naar zijn. Dus dat is heel goed om daar naar op zoek te gaan. Zoals lukt het ons om onze doelen te behalen? En zijn er dan nieuwe doelen nodig straks? Of moeten we doelen aanpassen? Hoe vinden we dat de samenwerking gaat? En dat monitoren en evalueren is eigenlijk een hele mooie pas op het plaats, een moment om daar met elkaar bij stil te staan. Om ook successen te vieren. Want wat gaat er goed en wat bereiken we nou met elkaar doordat we deze samenwerking hebben opgezet?
maar ook om knelpunten op te halen, om ervoor te zorgen dat je weer prettig verder kunt met die samenwerking. Als je aan de slag gaat met monitoren en evalueren, is het gedeeld eigenaarschap ook heel erg belangrijk. Dus als je wilt evalueren, is het fijn om doelen te hebben en laat mensen die dan ook met elkaar samen formuleren. Want daardoor creëer je draagvlak en ontstaat er ook een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor die doelen. En wat dan helpt is ook om weer op te delen in kleinere doelen. Bijvoorbeeld een jaardoel. Er was bijvoorbeeld een wijknetwerk die wilde de samenwerking verbeteren. En had daar een concreet doel bij. Namelijk, we willen dit jaar het aantal warme overdrachten vergroten. Dus het was heel duidelijk waar ze dat jaar, waar ze met elkaar aan gingen werken. Nou, wat ik net al zei, het is heel belangrijk dat het ook aansluit bij de behoeften van het netwerk en de werkwijze. Zo zijn er netwerken die hebben een vragenlijst ontwikkeld en ingevuld. Er zijn groepsgesprekken gevoerd, maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken. Er was ook een netwerk die wilde graag terugkijken echt op inhoudelijk op de casuïstiek en wat daar in naar voren kwam over samenwerking. Dus hebben we ze geholpen bij het analyseren van de notulen van hun multidisciplinair overleg wat ze om de zoveel tijd hadden. Om te kijken wat zitten daar dan voor punten in. Want je bespreekt natuurlijk een heleboel met elkaar aan de hand van casuïstiek. En daar komt vaak meer naar voren dan je denkt. Dus we hebben ze geholpen om naar zoveel bijeenkomsten te kijken van wat hebben we daar nou allemaal opgehaald. En vervolgens hen ook geholpen met hoe brengen we dat dan terug bij waar er ook iets aan gedaan kan worden. Bijvoorbeeld huisvesting was een probleem wat vaak terugkwam in casuïstiek. Daar konden ze binnen dat wijknetwerk niet zoveel in doen. Hè, als het gaat om oplossingen daarvoor. Dus dan was een kort lijntje. Een lijntje met de gemeente is dan belangrijk. Om zo'n signaal af te geven. In de hoop dat dat punt ook opgepakt wordt. En zodat er iets aan. Zodat er iets mee gedaan kan worden. En daarmee ook die hulp aan gezinnen weer verbeterd kan worden. Dus dat is eigenlijk het vierde punt. Belangrijk is ook dat er een lijntje met de gemeente is. Als het echt gaat om die samenwerking op wijkniveau. Of in het team van Nu Niet Zwanger. Punten die uit zo'n evaluatie naar voren komen, dat je die ook terug kunt geven aan de mensen die daar uiteindelijk iets aan kunnen verbeteren. En we merken ook dat dat een hele belangrijke drijfveer is om te monitoren en evalueren voor professionals. Van, wat komt er dan uit naar voren en dat er ook iets mee gedaan wordt. Ja. Dat was het denk ik even voor nu. Ik weet niet of er nu al vragen zijn. Het is dus een hele andere manier van monitoren en evalueren dan in Eindhoven gebeurt. Waar het meer hoog over is, zijn we hier dus heel erg ook op klein niveau bezig om dat monitoren en evalueren te doen. En structureel in te bouwen eigenlijk, zonder dat ik daarvoor nodig ben nog straks. Ja. Helder, ik hoop dat het duidelijk is. Ja, dankjewel, Anna. Ik zie geen vragen in de chat. Nou, ik was wel benieuwd, want je geeft aan van op die wijknetwerken. Is die monitor dan heel op maat ook? Die monitoring en evaluatie is dus wel op maat van het wijknetwerk ook tot stand gekomen? Ja, er waren twee netwerken die al bestonden toen ik startte. Dus daar hebben we eerst gekeken van, wat hebben zij destijds met elkaar voor doelen opgesteld? En hebben ze behoefte aan het monitoren en evalueren van die doelen bijvoorbeeld? Of van andere dingen waar ze, van de samenwerking bijvoorbeeld? Of zijn ze benieuwd naar wat voor effecten hun samenwerking heeft? Dus ik ben heel erg in gesprek, met hen gegaan. En aan de hand daarvan hebben we bepaald hoe we dat gaan doen. Dus we hebben niet één dezelfde vragenlijst die we nu overal in alle wijknetwerken afnemen. Maar we zijn echt op maat gaan kijken wat willen jullie weten. En aan de hand daarvan hebben we ook in samenspraak met meestal met de voorzitters van het netwerk, hebben we een kort vragenlijstje opgesteld. Zodat het ook echt aansluit bij hun werkwijze. Dus het ziet er eigenlijk per wijknetwerk wel anders uit. In die end komt het wel in grote lijnen op hetzelfde neer. Het gaat over de thema's, de resultaten van die samenwerking, de samenwerking zelf, maar ook de werkwijze binnen zo'n wijknetwerk. Is dat nog waar we mee verder willen of willen we het anders inrichten?
Willen we bijvoorbeeld lopende casuïstiek bespreken of willen we terugkijken op casuïstiek en er op die manier van leren? Daar zit ook nog verschil in per netwerk. Dus uiteindelijk wat we straks kunnen opleveren aan tools, hè, voor wijknetwerken of andere overleggen, hè, die ook bruikbaar zijn voor andere gemeenten. Dat zal vooral een soort inspiratiedocument zijn met vragen waar je uit kunt putten en waar je uit kunt halen wat past bij jouw samenwerkingsverband. Ja, precies. Want wat je in die verschillende wijknetwerken hebt gemonitord en geëvalueerd, dat is de input geweest ook voor jullie zelf-evaluatie-instrument, zeg maar. Ja, en dat instrument dat klinkt heel groot, maar het is dus vooral iets waar je zelf uit kunt halen wat past ook bij jouw netwerk of overleg. Of er zijn natuurlijk allerlei vormen van samenwerking. Iedere gemeente ziet dat er anders uit. Ja. Maar het zijn ook gewoon hele algemene vragen als wat zien we aan ontwikkeling op kansrijke start en wat gaat daarin goed en wat gaat daarin beter. Dat soort hoogovervragen. Als dat echt specifiek over doelen die je met elkaar gesteld hebt. Zoals over die warme overdracht. Van hoe vinden we dat dat dan nu gaat. Dus je kunt ook heel specifiek op doelen evalueren. In plaats van hoog over samenwerking in het algemeen. Ja, ja, helder. Volgens mij is er ook, ik zie een handje van... Ja. Nalonja. Nalonja. Ja, inspirerend verhaal, Anna. Ik heb een aantal vragen. Wat voor lijntjes hebben jullie tussen wijk en het overkoepelende niveau en tussen de wijken? En als last but maybe not least, uiteindelijk ga je samenwerken omdat je een cliënt, een doelgroep wil bedienen. In hoeverre is de doelgroep meegenomen in het monitoren, in het evalueren? Het zijn vier vragen, geloof ik, of drie in ieder geval. Ik moet ze dan even kijken, hoor. Zal ik die laatste beginnen? Die heb ik nu nog helder voor ogen. Dat cliëntperspectief, van wat merken die nou, hè, het is moeilijk om te zeggen voor en na, maar dat is een hele mooie vraag. En daar zijn we ook zoekende in. En dat is vaak iets, en dat begint nu een beetje te komen, dat ze ook ruimte krijgen, hè, de professionals in die netwerken, om dat cliëntperspectief erbij te halen. En het is heel mooi, want in sommige wijknetwerken wordt nu in de casuïstiekbespreking ook de moeder en of vader betrokken bij de casuïstiekbespreking. Dus je hebt eigenlijk direct, krijg je dat cliëntperspectief dan, heb je erbij, zeg maar. Ja. Zij zien ook om hen heen. En we zijn nog heel erg bezig met hoe kunnen we dan dat cliëntperspectief gelijk... We nemen het in ieder geval mee via de professionals. Dus we vragen hen wel ook hen te vragen van, goh, hoe vonden jullie... Het zit ook vaak wel in standaard in weer evaluatie-instrumenten die ze gebruiken vanuit een verloskundige praktijk of vanuit hoe je de hulp hebt ervaren. Dus daar kunnen we informatie uit halen. En om daar dan nog extra weer op te vragen, ja, dat is niet direct waar de professionals op zitten te wachten, zeg maar. Ze zijn nog een beetje zoekende naar hoe kunnen we dat nou goed inbouwen zonder dat het ook nog heel veel tijd, zonder dat het te veel tijd kost, zeg maar. Maar professionals zelf kunnen daar vanuit hun ervaringen al wel over vertellen. En wat we dus zien is dat de cliënten dus ook steeds meer betrokken worden bij die casuïstiekbespreking. En vraag 2, dan gaan we gewoon langzamerhand level op. Hoe hebben jullie zijn de wijken met elkaar verbonden? De wijknetwerken, hè, noemde je ze, geloof ik. Ja. Nou, we hebben dus dat leerplatform waarin eigenlijk alle professionals uit de stad, die kunnen daaraan deelnemen aan die bijeenkomsten. Dus daar ontmoeten ze elkaar. Het is ook wel mooi, want er zijn een aantal mensen die een wijknetwerk gestart zijn, die nu ook trekker zijn binnen andere wijknetwerken om dat op te starten, zeg maar. Die hebben er ervaring mee en die doen dat nu ook in andere wijken. Bijvoorbeeld een verloskundige, die is in meerdere wijken ook actief. En die hebben dat nu in andere wijken ook opgezet.
We hebben een adviseur gezondheid die de wijknetwerken ondersteunt. Zowel die heeft ze ondersteund bij de opbouw als bij nu nog meer het uitvoerende deel. Dus die doet een aantal ondersteunende activiteiten, zoals de agenda samenstellen. Wat ook uiteindelijk meer bij die netwerken zelf moet komen te liggen. Dat is heel erg de link tussen de wijknetwerken, die ook signalen vanuit verschillende wijknetwerken bij elkaar brengt. Dat is ook degene die ook in die in de interne werkgroep Kansrijke Start zit. Dus die vanuit die verschillende wijknetwerken die signalen daarin brengt. En ook weer naar die strategiegroep die daar weer boven hangt, zeg maar. En we hebben in Utrecht ook stadscoördinatoren per wijk. En we zijn ook nog aan het kijken wat voor rol die daarin kunnen hebben. Dus we zijn nu inderdaad heel erg richting de borging aan het werken. Van hoe kunnen we nou de bestaande structuren benutten om signalen die in die wijken naar voren komen, hè, uit die evaluaties, naar die strategiegroep terug te brengen, zeg maar. Mooi, ja. Dat was mijn laatste vraag inderdaad. Ja. Eigenlijk ja. Alle kanten, ja, hoe dus zijn de lijntjes, ja, alle kanten uit? Ja, ja, ja. Nog even een vraag tussendoor. Zijn de wijknetwerken hetzelfde als de geboortezorgnetwerken? Of zijn er twee verschillende? Dat vraagt Neel nog even. Het naampje is eigenlijk wat soms verschillend is. En het zijn eigenlijk gewoon netwerken rondom de geboortezorg in een wijk. En of sommige wijken noemen het een geboortezorgnetwerk, andere wijknetwerken noemen het een MDO. Weer andere wijken noemen het een leernetwerk, geboortezorg. Dus het is met name een naampje. Het gaat erom dat de professionals die in de geboortezorg, in rondom de geboortezorg werken, dat die met elkaar samenwerken op wijkniveau. Dus het zijn het. En dat is per wijk één netwerk. Dus het zijn niet twee verschillende netwerken, ja, in één wijk. Nee. Helder, dankjewel. Ik zie geen vragen meer in de chat. En ook geen handjes. En ik zie dat we nog 5 minuutjes, ik krijg nu de melding, nog 5 minuutjes in deze vergadering. Dus Anna, ik wil jou heel hartelijk danken voor je toelichting op jullie aanpak in Utrecht. We hebben toegezegd dat we een aantal dingen nog gaan delen, waaronder dus ook de presentaties en ook de opname. En is ook toegezegd om de vragenlijst uit Eindhoven te delen. Dus dat gaan jullie allemaal ontvangen. En dan komen we een beetje aan het einde. Dus Inge, dan wil ik jou...